Op 1 juli verhuisden de liefdezusters van het kostbaar bloed van klooster Agnetenberg aan de Plakstraat in Sittard naar huize Sint-Jozef op de Windraak. Daarmee kwam een einde aan een verblijf van 160 jaar van de Rooms-Katholieke congregatie in de binnenstad van Sittard. Met de verhuizing in het vooruitzicht volgden wij de zusters in hun laatste weken in hun vertrouwde omgeving van klooster Agnetenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, is er nog een kopje koffie? Ja. Oh, daar. Kom maar hier. Hebben jullie goed geslapen? Ja hoor. Oh, fijn. Nou, dan gaan we eerst een kopje koffie drinken. En dan gaan we straks eens even alles bespreken voor de verhuizing. Want dat komt al dichterbij. Ja, ja, nog een paar weken. Ja. Dus we hebben zo gedacht van de week met de werkgroep, dat dus de eerste zusters, en dat zijn de drie, die vertrekken de 15e juni. En dan de tweede, die gaan dus eerst, zo werkt het dan, 's morgens wordt dus eerst de zuster geholpen. En dan, dan gaat die boterham eten en dan 's middags gewoon nog middag eten hier. Dan wordt alles ingepakt, het bed gaat weg en dan in de namiddag, zo rond 3 uur, dan gaat de zuster er ook naartoe. En dan kun je eens 3 uur in de namiddag, ga je daar naartoe? Ja, 3 uur. Drie of 1 zusters. Oh, 3 zusters. Of 1. Ja, iedere keer. Zuster Margaretha is met 71 jaar een van de jongste zusters van de congregatie. Ze trad in 1961 in en ging wonen in het moederhuis van de liefdezusters van het kostbaar bloed in Koningsbos. De eenvoud van het leven van de zusters en hun inzet voor arme mensen vormde haar motivatie om voor het kloosterleven te kiezen. Het vertrek uit Agnetenberg houdt de gemoederen bezig. Ja, daar kijk ze van eigenlijk een beetje tegenaan, maar we zullen toch het meeste missen. De omgeving van het klooster zelf, het is een zonnig, een mooi en ook de gemeenschap waar we al zoveel jaren samen met elkaar geleefd hebben. En de kapel die zo ontzettend mooi is. En niet te vergeten, dit is zo'n tuin waar we nu in zitten. Het is een hele overgang. Zit je al gewend aan de gedachte? Gewend is te veel gezegd, maar we zich gewoon op voorbereiden dat het anders zal zijn. Maar samen komen we er wel uit. Is het een offer? Ja, dat het wel gaat. Net zoals het verlaten van Afrika een offer was, is dit ook een offer. En ook de lui van de omgeving zit ze. Ja, missen in die zin, doordat ze van huur af is. Zal je de binnenstad van Sittard missen? Dat niet zozeer. In de stad dus komt ze alleen als het moet, omdat ze eigenlijk door de werkzaamheden bezig is. Wat gaat Sittard missen dan? Dat moet je aan de lui vragen. In ieder geval, als ik het zo zie wat hier in deze gemeenschap gebeurd is, de 4 mei-beweging, dus de dodenherdenking die er was en de zonnebloem die er altijd kwam en het koor dat er kwam te oefenen en zoveel andere dingen die ze dus niet benodigen, die gebeuren gewoon spontaan omdat het een open hoes is. Samen met de 76-jarige zuster Annunciata helpt zuster Margaretha in de Gemmakapel in Sittard mensen die geestelijke of lichamelijke nood hebben. De zusters horen en zien veel ellende van de mensen. Vaak is dat het gevolg van de individualisering in onze moderne samenleving, zeggen ze. Ik denk dat onze samenleving het te druk heeft. En het komt denk ik door onze welvaartsstaat, doordat ze alles. Ze willen schoon huis, ze willen vakanties hebben, ze willen ook vrij hebben. En dat samen, dat functioneert. En de kenner, die moet naar de sport en die moet naar de dansles of weet ik veel, wat er allemaal is, zwemles. En die moeten allemaal gebracht worden. Dat is een beetje verschil met vroeger. Vroeger gingen we met de fiets. En tegenwoordig moet alles gebracht worden en gehold worden. En dat is stress voor de ouders. En dat brengt problemen met zich mee, ziet je dat? Dat de lui ontzettend opgejaagd zijn. Spanning, stress. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld. De aanstaande verhuizing maakt ook zuster Annunciata ietwat bedroefd. Ja, toch een beetje, ik denk voor ons allemaal, het is toch een hele overgang van een groot klooster naar een kleine communiteit, kleiner. En het zal
ook een aanpassen zijn voor de zusters waar we komen, ons medezusters en ja, voor ons ook. Maar ik denk wel dat het goed komt. Ik heb wel dikker gedacht toen ik uit Afrika kwam, ging er ook niet ver weg, omdat er oorlog was. En dat eigenlijk, dat zei het me nu niet meer, maar dat offer hebben we toen gebracht. Hè? En we kregen de gemma voor terug. En nu denk ik ook, als we het goed beleven, dat er het moois uit voorkomt. Hoe is het leven hier in dit klooster? Heel mooi. We hebben de gemeenschap is heel belangrijk. En het samen bij je vooral, in die schone kapel. En de gemeenschap en dan het werk, het apostolaat, wat we nog altijd vanuit de communiteit mogen doen. Dus heel mooi. Centraal in het leven van de liefdezusters van het Kostbaar Bloed staat de liefde voor God en de dienstbaarheid aan mensen. Sinds 1958 zijn veel zusters van de congregatie op missie uitgezonden naar Burundi in Afrika, waar ze tientallen jaren humanitaire hulp verleenden aan de arme bevolking en later ook aan gehandicapten en oorlogsslachtoffers. We zijn eigenlijk heel eenvoudig begonnen met onderricht aan jonge meisjes. Vooral ook een soort huizenschool, kun je wel zeggen. En daarna heb ik, hadden we ook nog een groot weeshuis in Muyinga en daar waren weeskinderen. En die weeskinderen, als daar een epidemie uitbreekt, dan zijn binnen een hele korte tijd heel veel kinderen eigenlijk overlijden dan. En toen was er een Franse dokter en die sprak ons aan en die vroeg of we niet beter met gehandicapten zouden kunnen beginnen. En zo zijn we met gehandicapten begonnen. En daar hebben die hielp u? Die hielp me, ja. We spoorden die gehandicapten op. En we hebben die op alle mogelijke manieren geprobeerd om die dus verder te brengen. Dat ze een menswaardiger bestaan konden hebben. Zeg je dus concreet? Door kleine kinderen werden geholpen. Dus ook werden geopereerd en indien mogelijk. En dan verder behandelen met therapieën. Grotere kinderen daarbij ook, als het kon, naar de school laten gaan, naar de lagere school. En kinderen die al ouder waren, die hebben dus geprobeerd om die naailessen te geven en andere vormingen. Jongens die mooie aanzichtkaarten maakten met bananenbladeren, die hebben broodjes gebakken en ze hebben plafond gemaakt voor het bisschopshuis bijvoorbeeld, hadden ze van papieren en hebben heel veel mooie dingen eigenlijk kunnen doen daar. Ook bekeren tot God, hoort dat daar ook bij? De bekering tot God, het was niet zo dat je overdag over God sprak. Maar je leerde ze toch uiteindelijk, wat bijvoorbeeld, dat ze elkaar moesten liefhebben en elkaar moesten helpen. En ook bijvoorbeeld met stelen, heel gemakkelijk zeggen de Afrikanen, of de Burundezen dan bijvoorbeeld, van dat eigen ik mij toe, dat is geen stelen. Maar wij zeiden dan vaker, kijk, als je begint te stelen met ene pinda, morgen pak je de twee en overmorgen pak je de tien en daarna pak je een heel land misschien in. En dat is dus wat niet goed was. De zusters zagen in Burundi de verschrikkingen van de oorlog tussen de Hutus en de Tutsis. In 1996 riep de congregatie hen terug naar Nederland. De zusters mochten in klooster Agnetenberg op adem komen, om daarna weer allerlei werkzaamheden in het maatschappelijk leven te verrichten. Van oudsher waren de zusters zeer actief in het onderwijs. Ik heb lesgegeven in geschiedenis en Engels. Ik heb dus ook van de congregatie uit mogen studeren voor die twee vakken. En daar ben ik de congregatie ook heel dankbaar voor, want ik heb er echt van genoten. Aan wie heeft u die vakken gegeven? Aan leerlingen hier uit de omgeving, Sittard enzovoort. Dat zijn er waarschijnlijk duizenden geweest in de loop van de tijd. Ja, niet te tellen. Hoe kijkt u terug op die periode? Met een dankbaar hart. Ik heb daar zelf veel plezier aan beleefd. Ja, u heeft nu nog contact met sommige leerlingen, heb ik begrepen. Jawel. Als ze komen, dan is het altijd geschiedenis, oriëntatie in de tijd, oriëntatie in de ruimte. Zo ben ik dan begonnen en dat komen ze mij dan even terug vertellen. Dat is wel mooi dat nog gebeurt. Ja. Hoe is het leven hier in het klooster? Rustig.
ja, rustig. We hebben allemaal de leeftijd om het een beetje kalmer aan te doen. Hè? Ja, zo is het. Maar daar geniet ik ook weer van. Van dit leven wat ik nu heb. Een stil leven. Wat vindt u van de verhuizing die eraan zit te komen? Ik vind het heel jammer dat we het centrum van Sittard weggaan. En dat we de Agnetenberg achter moeten laten. Want daar ben je vertrouwd mee geraakt van begin af aan. Wij zijn dus al van 1857 hier in Sittard. En nu gaan we... We blijven in Sittard, we gaan naar de periferie. Naar de Windrak, hè? De Windrak, ja. Maar u kijkt er wel een beetje tegenop. Jawel, maar dat zal wel wennen. Kijk, we nemen de zusters mee, ziet u. Dat scheelt. Dus je blijft met je eigen familie blijf je bij elkaar. Zuster Inviolata is na de verhuizing naar een kort ziekbed onlangs op 8 augustus overleden. Tot voor kort werd in de kapel op zondagen een eucharistieviering gehouden. Een aantal inwoners van Sittard bezocht wekelijks trouw de mis. In de loop der jaren hebben de inwoners zich gehecht aan de aanwezigheid van de zusters. Het vooruitzicht om hen straks te missen stemt weemoedig. Ik was vroeger mensdiener. En ja goed, nu ben ik 80 jaar. En ik vind het gezellig. De vrouw vindt het ook gezellig voor het zonnigs. Hier in het klooster, het is makkelijk. We kunnen met een autobus op een plaats varen, de vrouw is niet meer zo goed ter been. En hier zijn heel veel bekenden die we kennen uit onze jeugdtijd. En het is, wie de vrouw maar ook zei, de gezelligste oer van de wijk. Dus het betekent heel gat als straks deze congregatie gaat sluiten? Ja, dat vind je wel heel jammer, heel, heel jammer. Dat moet ik betonen. Heel jammer vind je wel uit. Maar ja goed, dat moet voor weggedaan als in het leven. Verangeren maar dingen en dat moet voor altijd nu dingen inleveren. Dat brengt de leeftijd met zich. Hè. En zodoende moet je maar accepteren wie het is. Hè. Of voor dan die zusters nagaan als ze in de door in de windje raakt zijn, dat weten we nog niet. Dat moet we nog eens zien. Of die gezelligheid er ook gewaarborgd is, dat is natuurlijk de vraag. Hier is het op elk geval schoon, hier in de binnenstad, moet ik zeggen. Je wordt altijd ook bij grote feesten met de processie, met palmzondag hier rond te trekken. Dat herinnert me veel aan mijn jeugdtijd. Wat heeft de congregatie voor Sittard betekend, weet je dat? Ja, ik kan zelf wel aangeven dat ze in ieder geval op twee fronten zeker van groot belang geweest zijn in Sittard. Dat is het onderwijs. En dat is de bejaardenzorg. Dat laatste, dat kwam vooral naar voren in bijvoorbeeld het geboek Caritas. Dat eerder op de plaats waar Dobbelsteen Porte Noelik loog. En daar was opvang van ouderen. Men had zelfs, dat is heel lang geleden, dat kan ik me nog wel herinneren zelf. Maar dat was rond de oorlogstijd, was er een opvang van mannen, het mannenhoes. Bij de zusters in de Plakstraat. Dat was de opvang van meer hulpbehoevende ouderen die dat op andere plaatsen niet konden krijgen en die dan door de zusters opgevangen werden. Ik denk dat een belangrijke factor was die ouderenzorg en een belangrijke factor is uiteraard het onderwijs. Vol u en Sittard hebben onderwijs gehad van ja, de zusters? Ja, zelf ook. Ik ben op de bewaarschool geweest, niet bij de Ursuline, maar bewust in de Plakstraat, denk ik. Mijn ouders hebben mij daar naartoe gestuurd. Hè. Dat was in de oorlogstijd. Hè. En ik kan me dat nog wel herinneren, de zusters van de Plakstraat. Maar die houden niet alleen bewaarschool, die houden ook basisschool. En die leverden ook leerkrachten voor de basisschool, bijvoorbeeld in Stadbroek. En in Euverhaven, bijvoorbeeld. Hè. En ze hadden een eigen opleiding zelfs tot onderwijzeres en onderwijzer. Dat is de oude Pabo, die is verbonden geweest aan de zusters hier van de Plakstraat. Ze hadden de ULO, die op Tingelenkampstraat ligt.
Er was feitelijk hier een heel complex van onderwijsinstanties en die gezamenlijk door die zusters feitelijk in stand gehouden werden, opgericht zijn en in stand gehouden werden. Hoewel de verhuizing voor de meeste zusters emotioneel is, begrijpen ze heel goed dat het klooster te groot is voor nog zo weinig zusters en dus te duur om hen te blijven laten wonen. Maar dat maakt de verhuizing naar Huize Sint-Jozef op de Windraak er niet makkelijker op. Ja, ik denk de oudere zusters vooral, die vinden het heel erg omdat die al hier zo vast geworden zijn. Wij zijn een beetje, ja, wij zijn een beetje jonger, om zo te zeggen. We zijn hier ook niet zo lang geweest. Maar toch, het verlaten van de kapel, de tuin en het hele gebouw, het doet toch wat dat je hier in zo'n groot klooster zit. Maar het kan gewoon niet meer. De onkosten worden veel te groot. Die grote gangen, die grote zolders, die grote kelders. Het moet allemaal schoongemaakt worden. Dus door het personeel gaat het gewoon niet meer. En dat is personeel dat u in dienst heeft, de congregatie? Ja, ja. Dat kost pakken vol geld? Dat kost zeker veel. En het is daarom ook dat zuster Martijn toch zegt, ja, dit kan niet langer, dit moet we moeten kleiner gaan wonen. En dat is wel het probleem natuurlijk. Dus een oude boom verplaatsen niet zo makkelijk, maar de zusters zijn toch wel lange tijd er al op voorbereid. En ze zullen het best nog wel voelen, maar ik denk eenmaal als ze daar zijn, dat ze zien dat, dat ze een goede kamer hebben. En dat het makkelijk te bereiken is, ook daar in de kapel, daar is de Heer ook. Dus ik bedoel, dan zal het best lukken. En we blijven bij elkaar. Op zondag 16 mei was bisschop Frans Wiertz uitgenodigd om de laatste kerkdienst in de kapel te houden. In het bijzijn van een groot aantal priesters van Sittard keek hij terug op de tijd van de zusters in het klooster en roemde hij het werk dat ze tot in lengte van jaren voor de medemens hebben verricht. Ja, we moeten ons realiseren, sinds de jongste generatie is niet helemaal besteld, maar die is niet koninklijk, niemand die altijd hebben metgemaakt, maar de oude generatie natuurlijk wel, dat in Limburg in elk geval, vrijwel alle gezondheidszorg, vrijwel alle scholen en ook vrijwel alle maatschappelijk werk door religieuzen is opgezet. Zusters, broeders of paters die daarmee begonnen zijn in de 19e eeuw. Dat is soms 150 jaar geleden. Dus ongeveer bij die congregatie aan de gang. Dat is een vorm van maatschappelijk werk natuurlijk. Want die zich om de armlui bekommerde en zegt, kom bij ons maar eten verder. Een soort voedselbank of soep en onderdak, breakfast, breakfast en zo. Dat had hij al 150 jaar geleden georganiseerd. Wie er staat zich dan gaande en bekommerde. Ook niet kos. Dat had zijn eigen kracht natuurlijk gehad. En dat is goed gebouwd en dat is ook een systeem geworden. En ja, op een gegeven moment had ook anderen dat overgenomen. Toen we de hogere opleiding kregen en ook voldoende verpleegsters horen en onderwijzers en dokters. En zo in het midden van de 20e eeuw is dat gekiept. Wordt het niet meer nodig zozeer dat religieuze dingen dat ook leken. En zo had het zich ontwikkeld. Want dat is nu weer 60 jaar geleden intussen. Dus de meeste jonge generaties kunnen zich dat nauwelijks meer herinneren. Maar het maakt wel eens gezag dat voor aan die zusters en die paters en die broeders, die dat allemaal hadden opgebouwd in het begin. En toch hoe de evangelie, en de ook net voor betaald kregen toen. Dat die gans het knuppend afgehouden op die manier. Wat verliest de binnenstad? De binnenstad van Sittard verliest daardoor natuurlijk, wat ik straks al zei, een soort magneetfunctie van waar de kwaliteit van het leven werkelijk om gaat. Wij menen dat we alles met professionaliteit kunnen oplossen. Dat is belangrijk, professioneel. Maar als je iemand hebt die een roeping heeft in zijn professie, dan krijg je een veel warmere gloed. En die warme gloed, die konden die zusters uitstralen. En daarom heette ze kostbaar bloed. Ze hadden dat kostbare waar Jezus een leven voor gegeven heeft, hebben zij in hun levenswijze en hun dienstbaarheid hebben ze dat vertaald. En dat hebben de mensen van Sittard aan den leven mogen ervaren. En dat zullen ze missen nu? Dat zullen ze gegarandeerd missen.
Inmiddels wonen de zusters al een paar maanden in huizen Sint-Jozef op de Windraak. Nu zitten we hier en dan moeten we hier Sittard loslaten. En als we dan eenmaal in de Windraak zitten, dan komt het dat ook een keer dat we de boel moeten loslaten. En dan, als de Heer ons roept, dan gaan we. En dan komt u hier weer terug op het kerkhof? Dan komen we hier weer terug op het kerkhof. Want we weten, ja, we weten niet waar we komen natuurlijk, maar de plaats is gereed. Is dat een geruststellende gedachte? Och ja, nou, het maakt me niet zoveel waar ik kom te liggen hoor. Maar, en ook niet of nou dat precies op dat kerkhof. Maar ik vind het wel fijn dat het uiteindelijk geregeld is dat wij allemaal daar kunnen liggen. Maar u bent nog niet zo bezig met uw dood? Nee, helemaal nog niet. U bent nog hartstikke fit, hè? Ja, toch nog. Dank u wel. Ik ben er ook blij van dat je nog een goede gezondheid hebt. U wilt nog veel goeds doen? Ja, dat proberen we toch. Ja.